Het is vandaag een zeer speciale dag. Het is namelijk de dag van de CLB'er. En via deze video wil ik een supergrote dankjewel zeggen tegen alle medewerkers van het CLB. Met dit jaar contact tracing nog extra op jullie bord, bleven en blijven jullie je inzetten voor de leerlingen. Terwijl er tijdens deze coronacrisis de vraag van jongeren naar professionele hulp alleen maar gestegen is. Bijvoorbeeld bij het omgaan met druk, angst, ontploffende thuissituaties of eenzaamheid. Maar dat weten jullie als geen ander. Want ook jullie merkten een stijging in hulpvragen, zowel op chat als bij de medewerkers. Het is zo belangrijk, en vandaag meer dan ooit, dat jongeren in hun omgeving iemand hebben bij wie ze terecht kunnen, die naar hen luistert en die hen helpt. We vragen jullie dus om er te blijven zijn voor jongeren. Houd de drempel laag, blijf bereikbaar en blijf er vooral voor zorgen dat jongeren zich veilig voelen bij jullie. En alvast bedankt voor een zachtgezette vaccinatiespuit, zodat we ons leven terugkrijgen. Ook bedankt om er elke studiekeuze opnieuw voor te zorgen dat we er grondig over nadenken. En ook super bedankt om voor ons leerlingen een betrouwbare gesprekspartner te zijn. Zowel op chat als in het echt. De crisis is nog niet gedaan en wij gaan jullie nog nodig hebben.